Waarom is het leven gay? Ik zweer het je, sinds Sonic Fox in leven is gekomen, kun je niks anders hebben dan over de gay. Eigenlijk, ik noemde alles al lang heel vaak gay, want ik heb gewoon niks beters te zeggen. En soms doe ik het wanneer ik een beetje boe ben. En dan als ik boe ben, dan kraam ik onzin uit. Ja, dat is niks nieuws. Dat is en vaak gay. Alles gay noemen is onzin, dus ja. Ja, good point. En dan hebben mensen... de gay! Dadelijk gaat iemand een building op het toppen. En waarschijnlijk de mensen met zwarte jassen en konijnenmaskers aan. De mensen die in hoogte een gebouw op je gaan droppen zijn de mensen die gewoon hun geslacht niet te maken hebben. Rook niet. Is dat een gouden regel? Als je op Twitter bent en je ziet dat iemand zijn geslacht zet op Twitter. Mm-hmm. In zijn bio. Verwachte domste dingen worden. Maar meestal zeggen gewoon dat ze een man zijn of zo, is het niet zo erg een vrouw of zoiets. Ze willen een pronouns hebben, dat is wat een probleem is. Yeah. De pronouns zijn het ergste. Like, je weet dat een persoon niks goeds te vertellen heeft wanneer de pronouns in de fucking bio zitten. Precies, het is like, elk ander ding is fijn. Je wilt een beetje een beeld geven aan de mensen van wie je bent. Dus zeg maar, ja, ik ben een man, ik ben een vrouw. En je pronouns? Ja. Pronouns, een heel ander ding. Zeg, je vraagt hoe mensen die like, totaal niet geïnteresseerd in jou zijn, toevallig jou vinden. Ze zeggen van, hey, praat tegen mij op deze manier. Ik ben voor eeuwig 17. Basically. Er is letterlijk niks anders dan deze mensen, voor altijd kinderen. Dit is gay. Fucking hell, dit is hoe we like nuclear wapens afschaffen. We zeggen dat het gay is. Hoe stoppen we oorlog? Het is fucking gay. Ja, dat is. Nee, mijn favoriet is één iemand die schreeuwt leuk dat een bord hebt met homosexuals are gay. Really now? How did you come to that conclusion? I don't know, but he's calling homosexuals gay, I can't believe it. How dare he? En volgens mij is er iemand die met een bord ging met Allah is gay en die werd gearresteerd. Man, als je erover nadenkt, alles is uiteindelijk gay. Alright. Ik vraag me echt af wat. Everything begins from gay, and also ends in gay. The heart's true essence is gay. No, I know now. That kind of heart is filled with cis. No, the heart may be weak, and sometimes it may even give in. But deep down, there's a heterosexual normativity that never goes out. Ik zweer, het woord cis is zo'n mix of taal en die was gek. Okay, like... be normal. Cis, like het woord cis wordt gebruikt meestal voor mensen die niet like trans zijn. Maar de andere woorden, het is gewoon normaal. Maar mensen gebruiken het als een belediging, want alle cis mensen zijn slecht. Oh, ze zijn de white devil. Terwijl we de majority zijn, shit, dat jullie supporten op een of andere manier. En dat de mensen die je niet supporten juist de mensen zijn die jullie verdedigen. Mijn grootste probleem is dat hun rights zien al, like... Wanneer we praten over trans rights, hun praten over simpele dingen zoals nee, hun praten over erge dingen zoals je mag niet zeggen dat het niet waar is. Oh, what the fuck? Ik mag er niet eens niet mee eens zijn. Dude, it's a fucking mental illness. Get over it. En ze doen met een rechter, dat is het probleem. Dat is geen recht. Ik heb niet het recht voor mij of iemand om te vertellen, ja, God is echt. Ik heb niet dat recht, oké? Okay? Nou ja. Ze mogen het zelf beslissen, zo. Je kan me niet zoiets vertellen. Okay, give me back my heart. No. Want it? Well then come on over and get it! Ah. Why are you doing this? Now, let's see if I can get their attention! Oh, hello! Disrespect me! Wel, er is het wel. Je hebt geen nobody's hier, dus.
Precies, en je had een hart die de nobody's nodig hadden. Hier is het ding met Boogie. Je moet eventjes wachten. Dan gaat de slot open. Dan moet je op de eerste knop klikken waar hij staat. Dan kun je er uiteindelijk boven komen, want het is een onzichtbare muur als je dat niet doet. En dan kun je hem voor zijn bek slaan. Waren er geen dobbelstenen in deze? Of was het nee, dat is... Ik weet het eigenlijk niet. Ah, fuck! Leun. Ah, nice job. Het doet wat schade, I guess. Get back here, Boogie! Boogie! You can't escape me! Is he coming on to me? Ah, hier zijn de dobbelstenen. Dobbelstenen waren daar voor traps en zo, niks bijzonders. Ik dacht echt een klein beetje down, eerlijk te zijn. Beat him up. Dat is Ennis. Fuck him up. Voor speedrunners, hè? Ja. Slaan ze altijd mee. Slaan ze altijd Atletica over. Ja, zolang het niet specifiek is, denk ik. Moet je een speedrun doen dat bijvoorbeeld lijkt dat 100% is, of tenminste alle wereld, dan ja, hoezo gaan ze dat doen? Maar nee, gewoon any percent run. Any percent run sowieso. Ja, want ze slaat nooit Halloween Town over, want Halloween Town is eigenlijk leuk om doorheen te gaan. Dat is dat. Het zou minder lang, geloof ik. Maar weet je wat, hier is nog een andere voordeel, geloof ik, want... Hoe is dat nou? Moest je maestro doen? Hm? Moest je echt maestro doen, of is het dat nou? Maestro? Ja, dat is wel de wil. Monstro? Ja, monstro. Ik denk dat monstro gewoon kop maakt niet uit waar je naartoe gaat, maar dat is een beetje... Dat weet ik niet zeker. Monstro is een beetje, like... Ik heb gehoord dat monstro soms een andere spawn rate heeft of zoiets. Niet dat het bij mij is gebeurd. Ja, maar bij mij spant je altijd voor dingen. Ik denk eigenlijk niet dat die optioneel is, want hij is eigenlijk belangrijk voor het verhaal. Daar is waar de info komt en zo. Ja, in het geval van bij de Halloween Town en was Atlantica, ze hebben letterlijk niks met het verhaal. Dat is gewoon daar. Get fucked, Boogie. Zo, ik weet niet hoe dat zit dus met de monster. Maar ik kan je wel gewoon makkelijk zeggen. Ja. Je kan gewoon naar de Wintown gaan en vandaag gelijk in de volgende wereld en klaar. Je hoeft nooit Atlantica aan te raken. So that heart was a failure after all. Holy circuit. Answer report 7. Where's this the answer reports? Oh no! Hoe de fuck heeft hij dit gedaan? The hearts. Nu is hij met zijn kasteel geworden. Power of Darkness, zo. Laten we zijn puisten ploppen. Laten rekenen. We doen het later wel. Ja, eerst even opslaan al die shit. Ja, laten we helemaal teruggaan naar het begin, want dat is waar de save point is. Exactly. Oh, maar we hebben eerst nog 200 tegen te vechten. Sorry, moeten we niet teruggaan naar Boogie? Nee. Later wel. We moeten eens gaan plassen. Ah, niet de drop it safe. Ik moet een plaspauze hebben. Ik kan geen plaspauze hebben in het binnen van gevecht. Nee, ik moet plaspauze. Kom op, hij is maar... Wat, 10? Hij moet wel plaspauzes hebben. Hij is nog niet getraind om het in te houden. Precies. Fouten, sorry, anyway. 11. I don't know. We gaan ervan uit dat die track uiteindelijk niet rond is. Bij 3.
Wat zeg je? We gaan ervan uit dat jij uiteindelijk like 18 of zo is bij Wii. Ik ga, nee, niet 18, ik denk meer like 16 of zo. En die zijn auto's als Ventus ongeveer misschien. Ventus was 15. Dan moest wel een leeftijd zeggen van Sora. Denk het wel. Volgens mij hebben ze best wel vaak leeftijd voor Japanse karakters. Ik weet niet of de wiki zoek te kunnen vinden. Kingdom Hearts 1 is hij 14, 2 is hij 15. Wacht, Kingdom Hearts 1 is hij wat? In Kingdom Hearts 1 is hij 14. Wacht, wat? Ja. Wat is een bal, zijn niet gedropt, man? Hoort in de puberteit te zitten, wat de shit is dit? Ik kreeg pas het komt door de fucking kleren die hij aan heeft. Ze houden ze tijd. Fuck. Ja, de tijd. Oké, okay, en hoe oud was hij in Kingdom Hearts? Wat? In Kingdom Hearts 2 is hij 15, dat is waar niet de bal op wordt. I see. En in Kingdom Hearts 3? En theorie gaat rond dat hij 17 is. Tenminste 16, 17 is. Ik had tenminste gelijk met 16. Ik denk gewoon dat hij fucking wat? 12? Nee, wat? 14 is. Meer jaar, ja, ik verwacht ook meer jaar voor bij tussen 1 en 2. Shit, alles gebeurt gewoon achter elkaar zo te zien. Geen wonder dat ze bal opeens getroffen zijn en reset of memories. En dit is wat je niet moet doen. Ja, toen werd Jesse gegangbanked. Let's try it again. Zo, even op ook iets gevecht wil je natuurlijk eerst eens de puisten kapot maken. Ja. En dat is het. Just survive. En hoop dat je geen enkel mist, zodat je niet tijd hoeft te zoeken waar de laatste fucking is. Dat is het beste vervelende gedeelte aan deze baasgevecht. Ja. Maar ik zei, de eerste paar is geen probleem. Het is meer later, wanneer er meer vijanden spawnen en wanneer er meer shit op je wordt afgevuurd. Want als je weet van, oh shit. En dan gebeurt er dit. Dan is het dan pas van, oh shit, iemand is op mijn lichaam. Oh, laat ik vuurbal een keer naar hem toe schieten. Maar tussen zijn er geen thunderbolts. Ja, wel, omdat je nu volledig controle over jezelf hebt, gaan ze niet meer voor thunderbolts. Maar van vuurballen, want dat is nog veel irritanter te vergelijken. Volgens mij kun je die cars ook gewoon kapot slaan. Tenminste, even laten stoppen. Ik denk het ook, maar het is niet in waarheid om eerlijk te zijn. We krijgen wel een goede keyblade hierna. Ja? Fuck. We hebben een hoger level cure nodig. Ja. We krijgen nog een lang niet. Dus hier krijg je het in de pool world. Nee. In de pool world krijg je cheer. Waar? Voor Sora. Dus wij krijgen ook ergens Aurora in de pool world, nee. Dat is weer in de arena, als ik het goed heb. Nee, Aurora is door bezig. Nee, je krijgt wel iets in de poolwereld. Ik weet niet meer wat het is, though. Ik weet zeker tenminste van stoppen krijgen bij een gevecht. Get over here! Ah! Well, kijk naar die speedruns test. Die heb je gelijk gevonden waar het zit. Wat? We kunnen een speedrun steeds, je hebt gelijk gevonden waar het is en ik ben naar Ede weg. Ik kan je wel voor XP krijgen als je dat wilt. Oh shit, ze gaan wel voor meer. Maar 20 is eigenlijk niet zoveel. Het blijft weer, het feit gewoon blijven spawnen. Ja. Man, weet je, je weet toch dat iemand heeft gekrijgd level 99 in Destiny Island, toch? Oh, dat is wel, maar ja, sure. Iemand heeft ook 99 gedaan. Als Roxas.
Nee. Roxas. Oh no. Zo, wanneer gaan we dat doen in like Chain of Memories en andere spellen? Nooit. Om ik zijn in Kingdom Hearts 1 heb je geen eens een echte tutorial level, dus. Oh, de hele beetje vernietigd, die boy. Hoe de fuck werkt dat? Dan zie je de baan herkaatst licht, toch? Van de zon. Ja. Dus het werkt ook met het licht van onze straal. Guess. Update the power of the stars. We hebben nu Crafty Ra. Nice toch, Hennis? Dat is nice. Doe die meer schade toch, of heeft de grote AOE niet? Let me AOE, geloof ik. Together? I guess we have no choice. I'll have to cancel Halloween. Fucking hell, de Sonic Hacking Contest is weer gecanceld. Ik kan het niet geloven. Johnny. Elke fucking keer. We kunnen ook nooit zichzelf inhouden, klootzak. Oh, mijn god. Zonder Adventure 2 streams zijn mijn favoriet om eerlijk te zijn. Zoals ik nu naar hem zou tweeten, waarom heb je de Sonic Hacking Contest alweer gecanceld? Wat zou hij zeggen? Ik zou zeggen dat hij denkt dat het fucking random is. Wat gedaan? Zo, we hebben nu onze nieuwe Keyblade, wat past met deze wereld? Wat past met deze wereld en het is een zwarte Keyblade. De zwarte Keyblades zijn automatisch cool. Ja, en wat gaan we ook wel stats? Ik denk meer attack. Ik weet niet zeker. We hadden start over. Dus ja, ik heb wel time attack gedaan. En daardoor kon ik weer synthesizen, want dat is leuk om te doen. Alright. Welkom, Kupo. Ze zijn nog steeds goed. Oké, dan zijn we nog bij het einde van het spel. Nou, al dat synthesizer en elke hand bij te verzamelen. Donald heeft volgens mij ietsje 17 MP bars. Donald krijgt zoveel MP bars, dat doet er fucking niks mee. Wat een shit, Donald. Hij gebruikt ze allemaal voor keer. Of Goofy en Donald. Of Goofy, Donald voor de rest gebruikt steeds Thunder de hele tijd. Dat is de beste spel die hij heeft. Wat verbaat hij ook aan, oh, het is een power world. Of sniper world. Ja, het is een sniper world. Dus dit is hoe het gaat. Je verslaat er één, twee meer spawnen. Verslaat zo snel mogelijk zodat ze je niet gaan schieten. Maar als ze dat doen, dan spant er nog één die je ook gaan schieten. En ze schieten je maakt niet uit waar je bent. Ja, nee, deze gasten zijn volgens mij even mijn favorieten. Om de hele tijd te doen. Want het is zo fucking leuk om like, de hele tijd die combo proberen vol te houden. Ja, het is ook iets dat moeilijk om te doen. Ja. Behalve zei het rondspringen over als het gek is. Maar het was like, je moest meerdere keren deze shit doen om voor elkaar te krijgen, toch? Ja. Het was om de kans te verhogen. Help, je fucked up, Jess. Ja, ik heb veel won nou. Was het de Power Stone die je nodig had of was het iets anders? Ja, de Power Stone is wat je nodig hebt. Zo, ja, is het toch goed? Tenzij je meerdere nodig hebt. Gelukkig weten niet hoe deuren werken. Hardless weten niet hoe deuren werken, dus dat is veilig. De eerste keer dat ik deze Hardless zag, was het een fucking horror, was het een nachtmerrie. Dat was de meest onverwachte shit ooit. Ja? Ik weet even waarom ik dit laat zien, ik heb het toch al laten zien. Jesse, ben je vergeten? Jesse, wat dan? Ik mis de first town. Voor de muziek? Nou, gewoon de hele town zelf. Ik weet niet waarom het altijd doen. Ja. En dan Kingdom Hearts. Weet je, Garden was een andere. En zeg naar alle avonturen waar je doorheen en door die karakters en shit, precies zijn ook niet terug. Mijn favoriete wereld is eigenlijk de wereld het never was. Wat het never was? Ja, de laatste wereld in Kingdom Hearts 2. Dat is een beetje het deel van Twilight Town, toch? Nee, het is like na Twilight Town.
Right. Het zit like achter Twilight Town. Maar wat ik leuk vind aan de wereld is gewoon like, een soort stadgebied. En dan daarboven is gewoon één grote witte kasteel. Met een Kingdom Hearts maan. Ja. Yeah. En dan de muziek. Ja, zeker het Moon, want het was het wel. Ja, zeker het Moon. Is de beste team. Fuck ja. Want het begon allemaal in like Fantasy, ja. Laten we naar de land gaan van de kinderen, wat heel veel dark verhalen heeft blijkbaar. Beide in Japan en in westerse landen. Want we weten het, het leukste soort verhalen zijn de verhalen waar kinderen gemarteld worden. Mijn favorite. Mijn favorite indeed. Waar ze lol als kinderen niet kunnen krijgen. I know, right? Man, what the fuck, mensen zijn sociopathisch, vind je het? Nee, ik zie Neverland als dat ik. Dingen die, als een van die boommaakverhalen. Waarom anders zou ze deze shit doen? I don't know. Oh, wacht, waren kinderen die werden mishandeld, dus daarom gingen ze naar Neverland die toe, toch? Ik denk dat het meer kinderen was die niet wilden opgroeien of zoiets. Want Neverland is een plek waar je niet ouder wordt. Right. Ik denk misschien dat Neverland meer een idee was van kinderen op het moment was. Er is als je veel van de sprookjes, like, sprookjes zijn altijd like, gemaakt zodat kinderen hun ouders like, opeen en zo. Yeah. Ik zit soms vaak te denken, like, veel van zulke verhalen. Dat is eigenlijk een soort ding van obey the authority or else soort ding. Nee, niet. Dat is raar. Het is een raar idee dat wij mensen hebben, want we zijn sociale wezens natuurlijk, dus we moeten een sociaal leven leven of zoiets. En daarom moeten we een soort autoriteit gaan aanbidden of zoiets. Like, don't ask questions. De idee is gewoon met deze verhalen, met deze sprookjesverhalen, is om het makkelijk te houden, niet om het moeilijk te doen. Zeg maar, ja. Waarom moet het moeilijk doen? Weet je wel, probeer je kind in te leren en shit. Waar je gewoon simpel gezegd deze sprookje kan vertellen en scared shit like bang kan maken. Ja. Maar het is niet eens alleen met kinderen, dus. Like, soms like, zijn sommige andere verhalen waar het niet uitmaakt, waar je een soort autoriteitsfiguur moet respecteren, maakt niet uit wie het is. En ik kan aan de ene kant begrijpen, want het is een sociaal wereld en zo waar we in leven, maar aan de andere kant... wat maakt het uit? Je gaat toch dood. En dan heb je niks. I guess... Dat is waarom ze in elke religie een soort naleven als idee maken. Zodat er een punt is dat je like, je goed gedraagt. Maar als je goed gedraagt, dan kom je in een geweldige plek terecht of zoiets. Ja. Er is altijd een soort level van controle daarbij. Zonder internet. Zonder internet. Sorry, slechte plek. Ik ga niet wonen. Er is geen internet daar. We gaan niet naar de echte Neverland toe, though. Alleen op deze boot. Hier komt mijn favoriete cutscene. I didn't think you'd come, Sora. Good to see you again. Sora ziet er niet verbaasd uit. Are they that important to you? More important than old friends? Instead of worrying about them, you should be asking about her. I did that last little dickhead. Did she get lobotomized? While you were off goofing around. I finally found her. Not so fast. No shenanigans aboard my vessel, boy. Riku, why are you siding with the Heartless? The Heartless obey me now, Sora. Now I have nothing to fear. You're stupid. My favorite fucking text. Not a chance. You're stupid. You're stupid, Riku. I've picked up a few other tricks as well. Like this, for instance. Talk to the hand! Not in the fight. You can go see your friends now. Let's get underway already. And keep Sora away from Kairi until we're ready to land. Why? That scurvy brat thinks he can order me around. What shall we do, Captain Hook? Nothing! The hold is crawling with Heartless. Let them keep an eye on the brats.
But Captain, you know who is also down? Shh! Did you hear that, Smee? Oh, that dreadful sound. No, Captain. Are you quite sure? Did I imagine it? Oh, my poor nerves. That's great. You don't say. Yeah, it was definitely. Ik had voor deze cutscene though. I finally found her. Alright. Yep. Then let's go up and talk to her. Yeah. Sounds great. Okay, but first. How I did that. Oh, sorry. You're stupid. Ja, ik ga dat vaak gebruiken. How you doing there? Looking for a way out? Hier hebben we deze dickhead. Om eerlijk te zijn, in de games zijn een dickhead. Maar misschien is ook een dickhead dat is in de film zelf, maar ik gewoon niet met van vergeten. Hij is een dickhead in de serie ook. In de reden waarom hij Wendy in die wereld wil, omdat hij niet ouder wil worden. Maar hij wil ook zijn doel opmaken. Maar mijn favoriet gedeelte is wanneer hij volwassen Wendy ziet. Tinkerbell? Dat is ja, like in de tweede film. Was het like Wendy's dochter die hij meenam en terugbracht. En toen kwam Wendy, dan zag hij Wendy. Is like, oh. Oh, maybe I do want to get older. Misschien zijn volwassenen niet slecht. Want volgens Peter Pan zijn alle volwassenen slecht. Ha! Oh ja, hier hebben we Tsundere Panty Shot, de vrouw. En dan is iets de meest unsettling ding ook. Ze doet het in de films, though. It's still unsettling, dat is in de films. We're in this together, but only till we find Wendy. Dat zegt wel. Ah ja, we moeten Wendy zoeken. Dus voor de mensen die het weten, Wendy is een Dragonslayer die wind Dragonslaying magic kan gebruiken. Nou, ken ik. So like, ik stel over na te denken wel. Like, dat zegt wel iets over de anime cultuur voordat anime like popularity het beste deed. En dus kijk, hier denk panty shots zijn altijd het beste ding ooit. Gewoon mensen willen gewoon niet toegeven. Precies, fucking Puritans. Ze gedragen zich altijd zo fucking puur, alleen om te hopen dat ze niet worden verlacht worden. Maar er zijn altijd andere mensen die het leuk vinden en niet schaamd hebben. Op een dag zou Alexa ook tegen Gun zeggen: Jork, jij bent een nieuwsgierige persoon, of niet? En inderdaad het is transporteren waar ze volwassen zijn. Oh, look, your shadow. Shoot some. Oh fuck, een doppelganger. Zo ja, omdat Riku nu je schaduw heeft gestolen, ben je nu schaduwloos. Dus zal je je reflectie niet zien in de spiegel. Neem niet eens een drop shadow. Dus je hebt gelijk, ik heb helemaal geen schaduw. Oh fucking hell. Kijk al, Moria heeft onze schaduwen gepikt. Ja. Yeah. Oh, wacht even. Peter Pan heeft een schaduw. Ja, maar Peter Pan heeft een schaduw. Zo wel. In andere woorden, hij is niet geraakt door Gekko Moria. Precies. Oh, een klootzak. Lijkt zoals de rest van ons, motherfucker. Dit is communisme nu. Nee, alleen jij zit te lijden, want Groove heeft ook een schaduw. What the fuck? Kijk, dit is waarom communisme een goed ding is, want dan lijkt iedereen samen met mij. Dat zegt elke middle class person. Ah, barrels. No! No! You're stupid! You're stupid! Deze team is helaas niet zo goed als het team in Birds by Sleep, though. Ik ken het niet. Ik weet dat de Overworld team geweldig was in Neverland, maar... Nee, ik vond Birds by Sleep team veel beter. Maar ik vergat de battle team van Birds by Sleep. Fuck, het battle team is zo goed dat ze het in de eindcredits hebben gebruikt. Maar ik kan me even serieus niet herinneren wat de battle team ging. Just give me the next part, giver.